Hoe is dat zeg maar voor jou? Want jij treedt hier ook op nog steeds en nou ja, je doet heel veel dingen, ook op tv. Welke functie heeft dit hier voor jou als in je eigen werk, in je materiaal? Nou, dit is een soort clubhuis zou je niet kunnen zeggen. Dus je komt hier terug, je bent in je eigen huis, je bent in je eigen omgeving. En je ontwikkelt hier nieuw materiaal. En het, omdat het publiek zo dicht op je zit, is de reactie die je krijgt ook eerlijker dan in het theater waar mensen een kaartje hebben gekocht en een leuke avond willen hebben. Hier weten mensen niet wie er komen optreden. Dus op het moment dat je opkomt, heb je een enorm krediet. Zeker als je wat bekender bent, dan denken mensen, oh, nou, dat wordt gaaf. Maar dat is juist moeilijker, omdat je dan dus, je moet een hoger niveau brengen dan dat je misschien op dat moment kan of wil of mee bezig bent. Maar dit is altijd lekker om hier op te trainen. En de dingen die hier werken, die werken in theater vaak ook. Zeg maar, als jij dan hier wat doet, zo'n show als je hier staat. Ik kan me voor, sommige mensen denken, dat is allemaal improvisatie. Ik neem aan dat je ook een aantal eikpunten hebt waar je op kunt terugvallen. Hoe bouw je zoiets zeg maar hier op? Ik bedoel, ik neem aan dat je een pad kiest. Of kijk je eerst hoe de zaal is? Je kan gewoon beginnen zoals je begint. Alleen je hebt ook een MC. En als die bijvoorbeeld zegt, nou hij is net voor zijn fiets gevallen en hier komt hij. Ja, dan moet je dus daar iets mee doen. Dan kan je niet zomaar beginnen met het verhaal waar je mee wilde beginnen. Dus je kunt elkaar ook, zeg maar de MC, dus kan jou op een gegeven moment ook een beetje... Ja, je kunt, en dat zijn ook avonden dat je elkaar toch een beetje gaat plagen en zo. Dat zijn wel leuke avonden. En dan ontstaat er iets anders. Ja. En als opeens iemand weggaat naar de wc en je kijkt daarnaar, ja, dan moet je er iets mee doen. Als je er niet op let, dan hoeft het niet. Maar als je ernaar gaat kijken, ja, dan moet je er dus iets mee doen. Dus dan kan je net in een verhaal zitten, maar dan moet je dat onderbreken. Dan moet je iets anders gaan doen. En dan kun je er wel op terugkomen of je kunt een totaal ander pad gaan kiezen. En dat is het leuke en het spannende van stand-up. Ik me afvraag, zeg maar, omdat jij zoveel bezig bent nu met comedy als een artistiek leider en je eigen shows en op tv. Bestaat niet het gevaar van dat je misschien overanalyseert soms door mensen bezig te zijn, dat je op een gegeven moment daardoor misschien zelf te bewust bent als je op het podium staat? Of is dat gevaar helemaal niet aanwezig? Nou, dat zou een gevaar kunnen zijn. Alleen, er is toch iets wat een sporter ook heeft als eenmaal dat startschot gaat, dat je komt in een fysiek en mentaal andere conditie. Dus ja. Ik kan me hier ergeren aan dat het geluid te hard staat, bij wijze van spreken. Maar ja, als ik hier sta, dan sta ik hier gewoon als comedian. En dan gaan er andere dingen aan in je hoofd. En dat is een soort intuïtie wat altijd hetzelfde zou blijven. Dat je had veranderd nooit ook niet onder hoge druk of onder extreme? Nee. Dus dan kan je inderdaad denken, je kan gaan analyseren tijdens het optreden, maar dat is echt zinloos, want daar ben je helemaal niet mee bezig. Ja. Je bent net zo onzeker en je bent net zo kwetsbaar als ieder ander die hier staat. Dat verschilt voor mij echt niet dan ten opzichte van anderen. Het is veel moeilijk, want je hebt nu gewoon een status gekregen. Heb je daar last van in je werk? Of is het voor jou, ik ben wie ik ben en het maakt helemaal niet uit? Nou, dat probeer je wel te doen, maar je krijgt natuurlijk af en toe eens kritiek. En hoe hoger je komt, hoe harder je ook weer kan vallen. En ik heb het idee dat mensen het ook leuk vinden om mensen te zien vallen. Dat is ook de tijd, weet je wel. Waar merk je dat bij jou? Nou, bij mij merk je het soms niet zozeer. Kijk, je kan naar een website gaan waar je allerlei commentaren over jezelf kan lezen. Dat je denkt, nou, dit is me toch sinds de kleuterschool niet meer gebeurd, dit soort commentaren. Maar je, omdat je zo duidelijk in de media bent en omdat je zo duidelijk zetten mensen ook op een bepaalde manier neer. Dus je moet tegen iets vechten wat helemaal buiten jezelf om is gecreëerd af en toe. Maar doe je dat nog, dat vechten? Of laat je het liggen? Nou, soms. Maar soms heb je de energie er ook helemaal niet voor. En soms heb je er geen zin in. Ja. Alleen het maakt je kwetsbaar. En het maakt je af en toe ook wel onzeker. En zeker als je weer iets nieuws gaat beginnen, denk je, ja, dan moet je dus toch weer iets gaan overtreffen. Of je moet... Maar je moet uiteindelijk altijd blijven doen wat je zelf wil doen. En ja, daar heb je goede en slechte dagen in, uiteindelijk.